doelpunt na de wedstrijd. Brian Horenweide, succesvol coach Silvolde C1. De eerste titel die jij bij kunt schrijven, neem ik aan. Ja, dat zeker. Ik ben een aantal jaren trainer van de F en van de E geweest. Dit jaar voor het eerst een juniorenteam. De doelstelling was bij de bovenste plaatsen meedraaien. Ik denk dat we dat hebben gedaan, ja. Goed, als je het seizoen meet, dan haal ik even één wedstrijd eruit waarin je verliest van Terborg. Hoe anders was deze wedstrijd? Wij zijn volop de aanval gegaan en dat hebben de jongens ook uitgesproken. En dat heb ik ook uitgesproken, Marco ook en Erik. We wouden gewoon in eigen huis kampioen worden en dat is gelukt. En ook met Vlagen goed voetbal zijn we kampioen geworden. Als ik vandaag de wedstrijd bekeek, wie we ook op de site terug zullen zien, dan zie ik een veel gretiger Silvolde. Viel jou dat ook op? Ja, dat zeker. In de uitwedstrijd hebben we 1-0 verloren en dat stond bij de jongens op nummer 1. Dat wouden we wegstrepen. En dat zag ik ook meteen vanaf de eerste minuut. We zijn vooruit gaan voetballen en dat resulteerde ook in een 6-0 overwinning. Zonder andere jongens tekort te doen, opvallende toevoeging aan je selectie dit jaar. Nick Heister, als ik goed geïnformeerd ben, doet ook eindelijk blindeloos mee. Ja, klopt. Voor de winterstop speelde hij nog bij de D1. Wij als staf zeg maar, van de C1 vonden hem opvallen bij de D1. We hebben een paar keer hem erbij gehaald. En uiteindelijk in overleg in de winterstop met de trainer van de D1 gevraagd of hij misschien niet beter bij ons kon voetballen. Omdat dat ook beter is voor zijn ontwikkeling. Ja. Oké, dus ik zeg al zonder mensen te je spelers tekort te doen. Kampioen worden doe je met het hele team. Als je de wedstrijd van vandaag bekijkt, maar niet alleen vandaag. Is dat ook een zeer terechte en verdiende uitslag, mag ik aannemen? Ja, zeker. We zijn één team en we hebben vanaf de winterstop hebben we... afgesproken dat we er vol voor gaan. En dan kun je een keer een tegenslag hebben. Maar die hebben we na de winterstop eigenlijk niet meer gehad. We hebben 2 doelpunten tegengekregen. En voor de rest heel veel doelpunten voorgescoord. Ik kan ze eigenlijk niet meer tellen. Maar dat resulteert in het kampioenschap. Verdient Brian. Ja. Tot slot, wat gaat er nou gebeuren? Want ik begrijp dat jij ook nog een gest gaat geven aan het elftal. Ja, ik heb na de eerste wedstrijd een beetje te snel misschien wel gezegd dat mijn hoofd kaal gaat. De jongens hebben dat verdiend en dat gaat ook zeker gebeuren. Oké, Brian, ik wens je namens heel Silvolde gefeliciteerd met deze behaalde titel. En zet hem op in de toekomst. Dankjewel. Ja, dankjewel.